Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Artiest van de Week. Vandaag eindelijk weer, sinds lange tijd, een dame bij mij op de bank. Ze is bijna 8 jaar weg geweest, maar ze is terug. En hoe? Met een heel eigenwijs album is hier Erika Karst. Welkom. Dankjewel. Nou, nog nooit hier bij mij in de studio geweest. Nee, het is de eerste keer. Ik vind het geweldig. Nou, ik vind het echt superleuk dat je er bent. Ja. En jij hebt zoveel meegemaakt, zoveel gedaan. Je bent in Amerika geweest, je hebt in Londen gewoond. Nou, je hebt een prachtig, echt superleuk Nederlandstalig album, je allereerste. Ja. Dus genoeg stof om over te praten. Je bent terecht artiest van de week. Dankjewel. Alsjeblieft. Voordat we gaan beginnen, ga ik jou iets geven. We hebben iets nieuws in het programma. Ik ga je laten schilderen. Leuk. Dat vind ik leuk. Dan kom je namelijk een beetje tot rust. Iedereen is hier altijd zo gespannen als ze bij mij op de bank komen. Ja. Ik snap er niks van, want dat hoeft helemaal niet. Ja, ik zat ook helemaal zo niet. Ja, dat dacht ik al. Hè? Dat zag ik. Dus ik ga je lekker laten ontspannen. Je mag gewoon de hele uitzending door mag je kliederen. Ja. En aan het einde van de aflevering laten we gewoon even zien wat jij hebt gecreëerd. Oké. Okay. Ja, je mag gewoon helemaal losgaan, zelf creatief zijn. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. En Erika gaat ervan starten en wij gaan beginnen met muziek. We gaan kijken naar Bluff met Liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere land. Zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Zij stuurt me kaarten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met het prachtigste verhaal. En God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je en uw zoen. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten, tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde, dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met het prachtigste verhaal. En God, wat is ze lief. Als de postbode mijn huis weer heeft.
heeft gevonden, stort ze mijn hart vol met al het liefst. Uit Londen. Luf, met liefs uit Londen. En Erika is druk bezig een gezichtje te tekenen. Ik mag nog niet kijken, ik kan het jullie ook nog niet laten zien. Erika, je bent eerst begonnen in het Engels. Ja. Je zong eerst Engelse liedjes. Ja. Al een tijd ben je bezig, want in 1997 was dan je eerste album. Grown ja. Woman. Grown Woman, ja. Was een succes. Het ging heel goed. Ja. Het was echt een droomstart. Heerlijke, lekkere liedjes. Met een geweldige producer gewerkt. Leuke muzikanten. Het ging super. En de eerste single kwam uit. En het was gelijk, boom, Radio 2 dook er bovenop. En gewoon heel erg te gek. Maar waar denk je waar had je dat succes aan te danken, denk je? Ik denk dat wat ik toen maakte, dat er op dat moment niet was. Mm-hmm. En de connecties. Op een moment, ik weet niet, het klopte gewoon allemaal. Het liep gewoon lekker. Mm-hmm. En toen ging het een beetje mis. Nou, wat ging er mis dan? Wat ging er mis volgens jou? Toen nog niet. Maar in zekere zin wel. Ik trouwde toen. Mm-hmm. En toen liep het mis in de zin van... Ik durfde niet meer te zeggen wat ik heel graag wilde doen. Er werd mij geadviseerd om een bepaalde richting in te gaan. Mm-hmm. Want je bent van Nederland, ben je naar Londen verhuisd? Ja, daar zat nog een hele tijd tussen hoor. Ik had op een gegeven moment die plaat dus gemaakt. Toen gingen we de tweede plaat opnemen. Toen was ik inmiddels getrouwd. En toen werd ik toch een klein beetje de alternatieve rockkant opgeduwd. En dat past helemaal niet bij mij. Nee. Dus ik had zoiets van... Hoe ga ik dat oplossen? Ja, en dat was niet te doen, want... Ik was gewoon in mijn relatie ook niet sterk genoeg om te zeggen van... nee, maar dit wil ik niet. Maar was het dan je partner dan die aangaf van... nee, je moet die kant op, ja, die was, meer... die was ook, hè, die was, ik was getrouwd met mijn platenbaas. Mm-hmm. Dus die besloot toch wel heel snel om toch een bepaalde richting op te gaan. En ik voelde mij daar niet lekker bij. En ik denk ook dat gewoon heel duidelijk te horen was op de tweede plaat. Ja. En toen, ja... Maar hoe, want je kreeg op een gegeven moment een internationale platendeal. Ja. Was jij de eerste in Nederland? Want, nee. Maar het gebeurt niet veel. Het gebeurt niet veel. Dus als het gebeurt, dan is het boom ineens nieuws. En dat was heel erg leuk. Ja, want jij was wel hot in Amerika. Ik bedoel... Nee. Jawel, nee, jij had toch gewoon platen liggen, in CD's liggen in de winkel, of niet? Weet je, dat land is nee, zo... Nee, wacht, moet je hoort, nee, wacht, ik moet je antwoord geven op de vraag. Lagen jouw CD's in de platenzaken in Amerika? Ja. Nou dan. Dan ben je hot, want je ligt daar niet zo. Maar ik lig er niet, hoor. Ik heb ook liedjes uitgebracht. Ik lig niet in Amerika in de schappen. Maar het is toch... een beetje je credit pakken. Nou, ik ben er hartstikke trots op. En niemand neemt me dat ook meer af. Dat ik daar in de Tower Records binnenkom lopen. En ik zie daar gewoon een bakje staan met Erika Karst en mijn single. Dat ik echt wel even daar heb staan gillen. Van yes! Weet je wel, dat is toch wel waanzinnig. Ja. Fotootje gemaakt en natuurlijk de single gekocht. Ja. Wat denk jij? Uiteraard. Dan moeten ze weer nieuw bestellen. Ja. Maar maar het land dat is woog, zo groot. En dat woog dan niet op dat ook al werkte je je droom, deed je je ding... maar juist omdat het niet jouw stijl muziek was? Nou, nee, die single was nog een track van het eerste album. En over het eerste album ben ik nog daar hartstikke tevreden. Daar ben je gewoon helemaal tevreden over? Dus ze hebben gewoon een track van het eerste album afgehaald... en als single uitgebracht in Amerika. Mm-hmm. En dat heeft het heeft volgens mij helemaal niks gedaan. En ik had ook een contract voor één single. Dus ja, in Amerika moet je, als je dat wil doen, als je dat wil nastreven... dan moet je echt daar gaan wonen. Mm-hmm. Je helemaal erop focussen. Niks anders meer doen dan alleen maar elke avond optreden met een band, net zo lang. Ja. Want de bands die bekend zijn, reken maar niet dat die er in één keer zijn, nee, hoor. Daar gaan jaren aan vooraf. Ja, want je ziet ook heel vaak als je, ik weet niet of de mensen thuis, vast wel, die zijn vast een keer ook in Amerika geweest of hebben het misschien gezien op televisie. Er lopen daar ook gewoon mensen zichzelf constant te pluggen op straat. Ja. Hè? Je loopt en het is gelijk, oh, can you buy my CD? Iedereen kan ook zingen.
Ja, het is iedereen. Ongelooflijk. Dus dan komt er zo'n meisje uit Drenthe. En dan heb ik, natuurlijk vond ik het geweldig. Ik had niet de illusie van, nou ga ik eens even Amerika veroveren. Ik vond het helemaal te gek. Maar dat had ik niet echt. Ik had wel zoiets van, dan moeten we er wel heel veel zijn. Mm-hmm. En dat wilde ik ook wel, maar... Ja, ik vond het eerst geweldig. Ik bedoel, ze hadden mij gewoon gezien op een platenbeurs in Frankrijk. Daar hadden ze mij zien zingen. En die zeiden van, nou, wij willen wel een single uitbrengen van jou. Ja. Zo ging dat, maar dat wordt dan in de krant gezet. Ze heeft een Amerikaanse platendeal. Ja, dat was de Nederlandse belofte. Wauw. Ja, maar dat was niet zo groot. Dat was... Maar geeft dat druk? Geeft dat druk op je? Als je dat leest in de krant, dan denk je dan... Oh my God. Ik had wel zoiets van, oh cool. Ja, en we zien wel hoe het loopt. Ja, ik vond het wel grappig. Nou, om dan even in jouw eigen woorden te gebruiken van en toen ging het mis. Ja. Maar wat ging er dan echt mis? Is het dan echt alleen de muziek? De muziekstijl, maar op een gegeven moment verhuisden we dus naar Londen. Omdat mijn nu ex-echtgenoot wilde daar iets gaan beginnen, een bedrijf. En ik kon mijn ding niet meer doen. Ik kwam niet meer uit de verf. Ik had geen optredens meer daar. Ik had ook geen optredens in Nederland. Dat werd ook natuurlijk... Je bent weg, uit. dus ja. Maar hoe heb je dan uiteindelijk gezegd tot hier en niet verder? Nou ja, kijk, privématig gaat op een gegeven moment zoveel mis. Ik had ook totaal geen motivatie meer om te zingen. En dan kom je ineens mensen tegen die tegen je zeggen van... joh, je bent zangeres, maar waarom zing je niet? En waarom kijk je zo triest? Ja. En toen ben ik een beetje gaan nadenken. Toen dacht ik, nou, dat komt omdat ik triest ben. Ik ben niet happy. En ik had al veel eerder wel aangegeven dat er dingen fout waren. Maar goed, het is een heel lang verhaal. Op een gegeven moment kwam er gewoon een ommekeer. Ik wist dat hij een keer zou komen. Op het moment dat dat gebeurt, is het nog altijd vreselijk dramatisch. Mm-hmm. Dat is verschrikkelijk. Tuurlijk. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. En... toen het stukje bij beetje ging het toen beter. Maar ja, je krijgt een hele rompslomp van rechtszaken aan je broek. Daar word je helemaal niet vrolijk van. Ik kan dan ook niet zoveel doen. Ik ben dan bezig met liedjes en dan krijg ik weer zo'n brief van een advocaat. En dan denk ik, laat maar. Maar is het daarom ook dat het 8 jaar, want het is bijna 8 jaar geweest. Ja, klopt. Voordat je nieuwe album uitkwam. Ja, zoiets gaat natuurlijk gewoon... Een album is er niet zomaar nee, eens. Nee, dat is sowieso een proces. Ja. Heel proces. Maar daarvoor, ik heb in 2001 volgens mij een derde album opgenomen in Amerika. Toen was ik dus nog in Engeland, woonde ik toen. En dat is nooit uitgebracht. En daarna deed ik gewoon helemaal niks meer. Niks. En dan op een gegeven moment... De koek was bij mij op. Ik wist het gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus ik was ook Erika niet meer. Nee. Terug naar Nederland. Ik had net suikerziekte gekregen. Dus ik had ook zoiets van... Wow, weet je wel, mijn lijf is ook niet in orde. Dus dan moet ik echt wat aan gaan doen. Dus daar heb je behoorlijk wat tijd voor nodig. Om alles een plekje te geven. Ja. En toen werd ik zwanger van mijn nieuwe grote liefde. Mm-hmm. Want ik dacht dat mijn grote liefde was. En die ging even naar de geboorte vandoor. En die heb ik ook niet meer gezien. Dus ik heb aardig wat klappen gehad de afgelopen jaren. Vandaar dat ik ontzettend blij ben met dit album. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Je bent een artiest met een verhaal. We gaan het er uitgebreid over hebben. Want het is ook een beetje autobiografisch, je album. Ja, best wel, ja. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het heeft dan wel gelijk diepgang. En als de mensen thuis niet meer wisten wie Erika Kast is... je moet echt blijven kijken. Ik bedoel, het is onwijs wat ze heeft meegemaakt. Hmm. Maar des te mooier en des te... cooler is het dat dit er gewoon is. Want het had ook anders gekund. Absoluut. Snap je? Absoluut. Dus uiteindelijk zit je wel hier. Gaat het helemaal goed komen? Juist. Is het al goed gekomen? Waar heb je het over? We gaan naar muziek. Jij gaat lekker verder schilderen. We gaan kijken naar de 3 J's. Ik hoor de angst en wanhoop in haar stem. Niet de klanken die ik van haar ken. Het is niet zo'n traan veroorzaakt door de wind, maar in die zijn oorsprong vindt, in een hart dat hevig lijdt, in de liefdestrijd. Zeker maar voorzichtig zeg je zacht, er wordt voorlopig ander weer verwacht.
Ik kijk of ik begrijp wat je bedoelt, maar mijn hoofd wordt overspoeld met gedachten aan mijn tijd van onzekerheid. Schreef het water woorden in het zand. Er jankt een meeuw die hoorde wat ik dacht. Mijn hart dat schreeuwt om kracht. In mijn onmacht reikt mijn hand, maar jij verdwijnt in het achterland. Zo mooi. Ja, het is zo jammer dat ze het eigenlijk niet kunnen zien. Maar jij ging helemaal geniet op de bank. Alle noten die die raakte. Wat heb je met de drie J's? Ja, ik vind het zo stom soms. Gisteren zag ik ze en dan word ik helemaal lyrisch op een gegeven moment. Op een gegeven moment denk ik dat ze echt denken, ha, nou maar een keer op, weet je wel. Nu is het klaar. Maar ik heb echt zoiets van, oh, die jongens die hebben een muzikaliteit. Ja. Die vind ik echt ongekend. Ze hebben een Ierse feel in hun muziek zitten. En ik vind dat Jan Dulles zo ongelooflijk kan zingen. Ja. Dat is echt zeldzaam. En het zijn ook drie hele leuke jongens. Mm-hmm. En Jan Dulles is een best leuke jongen. Oh. Zo. En die andere ook, hoor. En die andere ook wel, hoor. Ja, maar jou ook, maar ja, die is wel op een gegeven moment, ja. Ja, het is een leuke man. Ja, het is een lieve toon. Als hij zong een beetje rock vroeger. Ja. Ik vind dit wel heel erg bij. Ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik vind hem zo. Hij kan zo ongelooflijk hoog zingen. Ja. Maar zo live ook zo goed en zo makkelijk. Dat is echt gewoon. Weet je wel? Ja. En die andere Jan, het mandolinetje, ik vind het zo leuk. Ja. En weet ik nog dat nou Jaap of Jan is? J.A. En dan weet ik het even niet meer. De drie J's. J. Komt goed. Ik vind het echt briljant. En toen zij met dit liedje kwamen, mijn broer belde me op. Ik zei, moet je even kijken op YouTube. Even kijken. Nieuwe clip, nieuw liedje. Nou, die ene noot. Met dat, wat zegt hij? Ik schreeuw het uit of zo? Ik schreeuw het uit. Nou, als je niet weet waar ze het over hebben, moet je even terugkijken. Even kijken op sterren.nl. Nee, dat vind ik helemaal geweldig. Maar Erika, jij zong, want zo kondigde ik je ook aan, in eerste instantie altijd in het Engels. Ja.
En nou, na alle gedoe, ja, wat er gebeurd is, zeg maar. Ja. Kies je er dan voor om toch weer te gaan zingen. Ja. Maar dan in één keer in het Nederlands. Iets wat je niet eerder had gedaan. Nee, dat ging ook niet in één keer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Voor mij is het altijd heel normaal geweest dat ik het Engels zong. Dus toen mijn broer kwam me van... Ja, maar waarom doe je nou eens niet heel iets anders en ga je Nederlands zingen? René, ja. Sorry, mijn broer. Ja, René. Die zei dus op een gegeven moment, waarom doe je niet gewoon wat Nederlands? En toen dacht ik... Nederlands. Nee, niet hoor. Ja, niet dat ik het minachtte, maar ik had zoiets van... Misschien vind ik het niet bij mij passen. Mm-hmm. Misschien... En dat terwijl ik vroeger regelmatig liedjes schreef voor Nederlandse artiesten. En dan moest ik een demo en dan hoorde ik ook wel dat het best wel leuk klonk. Mm-hmm. Maar ik had gewoon zoiets van, dat is Erika niet. Dat is niet mijn ding. En toen kwam ik op een gegeven moment Peter Koelewijn tegen tijdens een of ander ding. En die zei het ook. Een rockparty geweest zijn. Het was een golftoernooi. Oh, een golftoernooi. Oké, dat doet hij ook. Ja, Peer kan veel. En toen kwam ik op een gegeven moment John Eubank tegen. Mm-hmm. En die zei ook tegen mij, Erika, er is op dit moment geen vrouwelijke tegenhanger van Marco Borsato. Dus waarom ga je niet het Nederlands verder? Nou, toen dacht ik, misschien moet ik nou toch eens even gaan luisteren. En toen heb ik een heel mooi liedje uitgezocht, Italiaans liedje. Daar heb ik een Nederlands tekst op gemaakt. Die hebben we opgenomen. En het was alsof ik in een warm bad viel. Echt van, oh, wat lekker. Zo heerlijk. En toen had ik zoiets van, nou, nu ga ik op zoek naar de rest van het album. Ja, want de vergelijking met Marco Borsato wordt gemaakt omdat hij natuurlijk ook Italiaanse liederen... Ja, maar dat is puur toeval geweest. Nederlands. Ja. Maar voel je, is dit Erika? Dit is helemaal Erika. Ja? Meer dan ik ooit had gedacht. Echt onvoorstelbaar. Omdat er staan een aantal autobiografische liedjes op. Die toch wel een klein beetje vertellen van... Zo ging ik daarmee om met die dingen die gebeurd zijn. Maar er staan ook heel veel vrolijke nummers op. En dat ben ik ook. Ja. En in principe heb ik het album gemaakt in de moeilijkste periode van mijn leven. Mm-hmm. En... toch is het een ontzettend vrolijk album geworden. Werkt het dan als een soort van therapie? Ja. Dat hoor je toch, of dat lees je altijd. Dat ja. Artiest vindt dan, ik kan het dan allemaal lekker van me afzingen. Ja, maar ik was wel bang dat ik dus een heel depressief album zou gaan schrijven. En dat wil ik niet. Nee, maar dat is het ook niet. Totaal niet geworden, vind nee. ik. Het is een heel vrolijk album. En ja, ik ben altijd, ondanks wat er is gebeurd, in liefde blijven geloven. Ja, maar dat hoort dat ook hoort wel. Dat hoort zo. Ja, dat vind ik ook. Je wordt wel wat banger, hè, wat wantrouwiger als je nieuwe liefde ontmoet. Maar, misschien ook wat wijzer. Ook, je pikt sowieso. Het niet allemaal even sowieso. Snel. Hè? Maar zodra er dan wel iets, hè, zodra je een keer echt vette ruzie krijgt, dan denk je gelijk, oh, zie wel, het gaat weer fout. Ja. Dat is wat je daar dan overhoudt een beetje. En dan moet je op een gegeven moment toch die knop om zien te draaien van, nee, je moet ook met elkaar even kunnen ruzieën. Ja. Dan is het ook goed. Ja. Heb je de nummers zelf geschreven? Ik heb 3 liedjes met mijn broer geschreven. Mm-hmm. Dus tekst en muziek samen. En ik even kijken hoor. Er staat 1 duet op met mijn broer. Ja? Ja? En dat is geschreven door Roland Verstappen en Ferdy Lancee geschreven. En de rest zijn in principe bestaande liedjes. Maar daar heb ik samen met mijn moeder heb ik daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Okay. Nou, we hebben trouwens ook nog een heel mooi stukje van je moeder. Ja, je moeder is natuurlijk... Voor ieder kind is een moeder bijzonder, maar er is wel iets heel moois gebeurd tijdens jouw cd-presentatie. Ja, dat... Gaan we straks even naar kijken? Oh, echt? Ik heb het nog niet gezien. Nee? Nee! Nou, dan gaan we daar straks even naar kijken. Oh, fijn. Het zijn mooie beelden. Oh, wat leuk. Maar we gaan eerst even naar Marco Borsato. Ja. Waarom nou jij? Als er iemand bij me wegging... Even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. En geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. Dat er mensen zijn die in ons zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is je? Ik voel alleen de pijn van jou, die bij me missen.
en ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee omgaan. En ik zou wel willen smeken, op mijn knieën willen smeken. Als ik wist dat dat nog zin had, maar de dagen worden weken en de weken worden jaren. Dit gevecht kan ik niet winnen, want jij zit veel te diep van binnen. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom ben jij uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Waarom wou jij niets meer geven? Waarom ben jij vertrokken zonder reden? Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachte. Ik mis je lippen op de mijne. Een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Jouw hand niet meer in de mijne. Mistelijk belegen lange dagen die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet, ik wil niet meer. Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar op jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. Inschakelt. Je kijkt naar Artiest van de Week. Erika Karst zit bij mij op de bank. Die is de Artiest van de Week. En ze is druk aan het schilderen. Dat is iets nieuws wat we hebben hier in het programma. Het wordt leuk. We gaan het nog niet laten zien, maar nee, het wordt wel leuk. Het is nog lang niet af. Het is nog lang niet af, zegt ze. Het is eigenlijk al tijd voor de prijsvraag. We hadden een leuke prijsvraag verzonnen. Ja, hè? Want we gaan jouw album weggeven. Eigenwijs. Heel leuk album, heel vrolijk album, maar ook gewoon waar gewoon wel even de dikke vette waarheid op wordt verteld. Dat is af en toe ook gewoon even lekker, dat moet je ook gewoon af en toe eens even op kunnen zetten. En ik denk dat een ieder die verliefd is geweest, die kan zich erin herkennen. Dus echt een album die je wil hebben. Maar, denk je, ik wil hem gewoon winnen? Dat kan, hè? Want wij gaan er 5 weggeven vandaag. Maar niet zo, maar daar moeten ze wat voor doen. Daar had jij iets leuks voor bedacht. Ja. Ik had bedacht, degene die hem wil hebben, die moet weten met wie ik op mijn eerste album een duet heb gezongen. En het is geen Nederlander. Nee. Het is wel heel bijzonder, maar ja, ik kan het er niet over hebben. Nee. Dan moet je eigenlijk maar een andere keer weer terugkomen, dan gaan we het er uitgebreid over. Maar hoe was dat voor jou, dat duet? Zonder te zeggen wie het was. Ja, geweldig. Geweldig. Vergeet het nooit weer. Ik moest die dag met hem inzingen en ik had een verschrikkelijke keelontsteking. Ik had dat zo net zien, ja? Niet vandaag. En zit op een gegeven moment in het liedje zit ook echt een gigantische kraak. En iedereen zegt ook, oh wat mooi. En dan zeg ik, maar het deed zo'n pijn. Ja. Hij was prachtig, maar het deed zo'n pijn. Maar het was hartstikke leuk. Want het, ja, hij had zijn longdrinkglas met whisky. Had hij naast zich staan en het was elke echt? Keer... Cheers, love. Cheers, love.
Echt wel gewoon aan de alcohol. Lekker, gewoon, gezellig. En echt een rock artiest. Ja, het was echt zo leuk. Zo leuk. We hebben echt feestig gelachen. Denk jij te weten over wie Erica nou zo gepassioneerd aan het vertellen is? Dan moet je dus naar onze website gaan, www.sterren.nl. Daar staat een foto van Erica, daar klik je op en daar kan je het antwoord achterlaten op de prijsvraag. Met wie zong zij een duet? En dat is dan terug te vinden op de allereerste album. Nou, wat je kan winnen? Deze. Die wil je hebben, hoor. Die wil je hebben. Oeh. We gaan naar muziek, maar je moet wel een beetje opschieten, hoor, met het schilderen. Verdorie. Ja, maar normaal gesproken doe ik over zo'n schilderij ongeveer 3 uur. Ah ja, en nu heb je zeg maar pak een beetje 30 minuten. Dat bedoel ik. 30 tot 25 minuten. Zweet me rood. Misschien leuk om even naar je broer te gaan kijken. Is altijd leuk. Ja? Ja. Nou, dit is de broer van Erica, René. Voor wie je ook kiest in de liefde en wie ook je hart eenmaal steelt, het lot kun je toch niet ontlopen wanneer men je hart eenmaal breekt. Wij dromen en denken aan iemand waarbij al die anderen vergeet. Maar als we ons hart weer verliezen, heeft het leven je weer beet. Nooit om de liefde huilen, je kunt van alles in het leven ruilen. Mijn hart staat open voor iedereen. Ik ben niet blind, man, en niet van steen. Daarom geniet maar met volle teugen, want de waarheid ligt naast de leugen. Soms voel je een klik met diegene waarmee je heel eventjes praat. Maar de eerste keer dat ze het deden, heeft hij aan een ander gedacht. En toen was de leugen geboren al in die eerste nacht. Om de liefde huilen van René Karst.
Heeft hij dit? Dit vind ik eigenlijk wel heel toepasselijk. Als we nu net dat gesprek terugkijken. Ja, nu zo zegt. Toch, waar we het over hebben gehad. Heeft hij dit nummer geschreven door jouw levensverhaal? Nee, dat heeft hij volgens mij niet. Ik zou het maar vragen. Dat ga ik straks ook wel even doen. Maar nee. Ik was vrij dichtbij betrokken geweest bij het schrijven van het liedje. Mm-hmm. Dus ik weet dat het niet om mij gaat of over mij gaat. Oké, nou, ik vind het, toepasselijk. Past, ja, het past ik denk, heel goed bij. Ik ben het heel met je eens. Ik vind het ook een leuke boodschap. Vind ik ook. Ja, lekker vrolijk. Alles gaat weer voorbij. Ik bedoel, en als het voorbij gaat, hopla. Uiteindelijk wel. Is familie belangrijk voor jou? Ja, ongelooflijk. Mijn familie heeft mij zo ontzettend opgevangen toen ik terugkwam uit Londen. Mm-hmm. Ik kwam op Schiphol aan en daar stond mijn vader. En ik kom thuis in Drenthe en mijn hele familie kwam langs. Van, hè, ze is er weer. Eindelijk. Ik had ook heel weinig contact meer met ze. En dat werd ook niet echt op prijs gesteld daar in Londen. Dus mm-hmm. Toen kwam ik weer thuis en dat was helemaal geweldig. En ik heb in het verleden altijd met mijn broer gewerkt. En heel veel samen gezongen, ook met mijn moeder. En ja, toen op een gegeven moment waren we dus bezig met het nieuwe album. En toen hebben we dus ook dit duet erop gezet. En het is eigenlijk ook een liefdesduet, maar mm-hmm. dit gaat over liefde tussen broer en zus. Van, ik ben weer terug naar huis, ja. Naar jou. Dus daarom vind ik dat duet ook zo mooi. Ja. We hadden het net over je cd-presentatie. Ja. En wij van Sterren.nl waren erbij. We hebben het ook laten zien in Sterrennieuws. Een nieuw programma hier op Sterren.nl. Ja. En dat was voor jou sowieso een bijzondere dag. Omdat je je Nederlandstalige album ging presenteren. Ja. Maar er was nog een andere verrassing. Ja, mijn moeder is heel ernstig ziek geworden. Begin dit jaar. En dat was ongelooflijk. Die had gewoon simpel griepje. En omdat ze diabetes en we toch wel moesten oppassen dan... Griep is dan heel gevaarlijk. We hebben haar naar het ziekenhuis gebracht. En toen kreeg ze 's middags een hartinfarct. En toen kreeg ze 3 dagen later een complete hartstilstand. Dan hebben ze 15 minuten gereanimeerd. Toen werd ze op ijs gelegd om ander orgaanletsel te voorkomen. En toen werd ze langzaam weer op temperatuur gebracht de dag daarna. En toen bleek ze dus verlamd te zijn. En ze kon de ogen niet meer dicht doen. Ja, maar hebben ze dan iets verkeerds gedaan? Om heel eventjes terug. Want ik zeg net, op je cd-presentatie was er een mooie verrassing. Maar dat is niet natuurlijk niet dit verhaal wat je vertelt. Nee, hoor. Laten we dat daarom eventjes... moet ik dit even... Ja, maar dit is even de inleiding van de verrassing die gekomen. Maar heel even hoor. Maar hoe kan dat? Ze zijn er nog steeds niet achter hoe deze ziekte nou precies ontstaat. Het kan door een simpel griepje komen. Als je kip niet heet genoeg maakt, kun je het ook daardoor krijgen. Ze gissen nog steeds een beetje, maar ze hebben er godzijdank wel een medicijn voor. Dus, maar ze kwamen er bij mijn moeder pas een maand later achter. Dus het was een maand onzekerheid van, waarom kan mama niet meer bewegen? Wat is er aan de hand? Bizar. Koorts, verschrikkelijk. Nou ja, en toen ineens bleek het dus Guillain-Barré te zijn. Mm-hmm. En medicijnen gegeven en 2 dagen later begon ze de vingers te bewegen. Nou, we hebben het dus over januari. We zitten nu in mei. En ze ligt nu in een revalidatiecentrum. En ze heeft van de week voor het eerst een paar stapjes gezet om te lopen. Maar ze moet dus alles weer opnieuw helemaal lopen. Helemaal opnieuw leren. Ja. En zij kon, althans jij dacht, dat ze er niet bij kon zijn. Ja. Maar dan heb je dan wel weer een lieve broer. Ik heb een ontzettend lieve broer die dan ook alles op alles zet om te kijken of het dan toch niet mogelijk is. En 2 minuten voordat ik opging. Ja, we gaan even kijken naar de beelden uitgezonden in Sterrennieuws. Ik heb ook zo'n stukje doen. Oh, vind ik dit een mooi stukje gaan. Ja. Ik heb geen water van de mascara al. Niet tillen, hè? Kijk, alsjeblieft. Dit is goed. Je schiet helemaal vol. Sorry. Je zegt daar ook, ik had geen watervaste mascara. Nee, nu ik weet wel. Niet of ik het nu hoe was dat voor jou? Want je wist hier echt niks van. Nee.
Want je moeder is heel ziek en die was daar gewoon voor ja, jou. Ja, die kwam gewoon, dat was onvoorstelbaar. Stichting Ambulancewens. Mijn broer had contact met hun opgenomen. En ze ligt in Haren bij Groningen. Dus die mensen zijn van Rotterdam naar Haren gegaan. Mm-hmm. Met mijn moeder naar Hilversum, de hele middag daar. En me wachten tot zij een keer weer weg wil. Ze wil het liefst de hele dag blijven. Ja, tuurlijk. En toen weer naar Haren en weer terug naar Rotterdam. Dus die mensen echt fantastisch hebben wat zij gedaan hebben. Ja, en zij is zo'n bron van inspiratie voor mij altijd geweest. Mm-hmm. Ze schrijft de mooiste teksten, maar ze heeft de meest geweldige stem die ik ken. Dat mens kan zo mooi zingen. Zing nog steeds zoals ze 30, 40 jaar terugklonk. Mm-hmm. En dat zij daar niet was, ja, ik had het geaccepteerd, want ik wist gewoon dat het niet kon. Maar het was voor mij, de dag was niet compleet. De miste gewoon ja, en toen kwam ze binnen, ja. En iedereen zei ook, hoe kon je nou zingen? Ja, want je moest daarna moest je gelijk optreden. Ik kreeg zo'n kracht. Ze lag daar en ze keek me aan en het was echt van, kom op. Doe het voor mij. En dat was, ja, ik kreeg er zo'n kracht van. Dat het was voor mij, ik had zoiets van, nou kan mijn dag absoluut niet meer stuk. Dit is mijn dag. Iedereen die ik lief heb, is er. Mama ligt er. Komt helemaal komen. Goed. Ja. Komt helemaal goed. Ja, dat was fantastisch. Nou, dan moet je kijken hoe we begonnen en moet je kijken waar we geëindigd zijn. En ik ben nog steeds niet klaar. Ja, je moet je schilderij nog afmaken. Ja. En maar wij gaan wel afscheid nemen van de kijkers. Oké. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk dat je hier wilde plaatsnemen. Ik ook. Ik hoop je echt snel weer te zien. Ja, dat moet ik nog een keer over doen. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Ik ga je de tijd geven om even je schilderij af te maken. En we zetten een foto op de website, zodat iedereen kan zien hoe het geworden is. Ja. We gaan natuurlijk ook even kijken naar je eigen single. Dus die mag jij zo meteen aankondigen. Maar ik ga eerst afscheid nemen van jullie. Bedankt voor het kijken. En je weet het, dit album, dit is wat je kan winnen. Ga naar onze website www.sterren.nl. En geef antwoord op de vraag, met wie zong Erika haar eerste duet? En het is dan weer terug te vinden op haar allereerste album. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Mag jij lekker je eigen nummer aankondigen? Goed zo. Nou, dit is mijn eerste single van het album Eigenwijs. En het heet Ik Zie Jou. Oh, zullen we, voordat we het instarten? Ja, want dat zullen we alvast even laten zien hoe die nu is. Echt waar? Ja, dat is wel leuk voor de mensen thuis. Ja, maar hij is helemaal maar hij is nog niet af. Hij is nog niet af. En we gaan dan, hoe die moet worden, dat laten we dan zien op de site. Oké. Ja. Het is een beetje perfectionistisch. Jo. Nee, toch? Vreselijk. Ja, dat ziet er nog niet uit, maar dat komt echt. Dit is hem tot nu toe, hè? Hebben we hem goed in beeld? En als je wil weten hoe dit schilderij dus eindigt, kijk dan op onze website en dan mag je nu je clip aankondigen. Oké. Mijn nieuwe album heet Eigenwijs en van dat album is mijn eerste single gekomen. En dat heet Ik Zie Jou. Dankjewel voor het kijken. Doeg! Als de bomen konden praten, als de maan iets zeggen kon, dan wist iedereen hoe ons verhaal begon. Ik wou echt niet van je houden, want je was allang bezet. Dus mijn hart heeft zich met hand en tand verzet. En ik zie, zonder te kijken, iedereen praat. Toch heb ik daar niets van gehoord. Maar jou begrijp ik zonder een woord. Yeah. Ik zie jou, zelfs met mijn ogen dicht, in het licht. Hey, hoe kan dat nou? Dat ik je ondanks al mijn angsten toch vertrouw.
10 jaar.